Hallo mensen, en leuk dat jullie kijken naar deze korte, maar krachtige tutorial eigenlijk van hoe ik mijn mods gebruik via Crafted Terminal in Minecraft. Nou, als eerste wat je natuurlijk moet doen, wat heel logisch is, je zorgt dat je Crafted Terminal hebt geïnstalleerd. Ik zou daarvoor eventjes een linkje in de beschrijving zetten, zeg maar, van via waar je het kunt installeren. Voor de rest is het installatieproces daarvan super makkelijk. Je hoeft waarschijnlijk alleen een keer op next te klikken en dat soort dingen. Ik bedoel, daar ga ik geen tutorial voor plaatsen. Ik ga wel laten zien hoe ik mijn mods ga installeren, zeg maar, hoe ik daar altijd mee bezig ben. Super makkelijk, vandaar dat deze video ook echt super kort is. Maar ja, ik bedoel, het is gevraagd aan, door iemand voor of ik het even snel wil doen. Dus weet je wat, dan weet je, het is geen moeite om het überhaupt te doen, dus ik ga het gewoon even doen. Als eerste wat je doet, is je zorgt natuurlijk dat je Crafted Terminal zelf even opstart. Nou, krijg je als eerst dit ervoor. Allemaal reclame en dan heb je hier een beetje de latest mods, wat er nieuw is, zeg maar. Maar ja, deze pagina is niet boeiend. Wat je gaat doen, is je wil naar versions en mods heen gaan. En heb je hier een linker rijtje als eerste heb je staan, zeg maar, heb je alle versies van Minecraft staan zowat. Zeg maar, zo'n beetje vanaf de oudste versie die er is. Zoals je kan zien, de alpha versie zelf nog. Dan ga je over naar beta. En vanaf daar wordt die eindelijk een keer official gereleased, zeg maar. Maar ja, daar heb je eigenlijk bijna geen mods meestal bij staan. Zoals je al kan zien, want hier staan alle mods in. Waar wij naar willen gaan zoeken is de mods voor 1.11.12. Dat is in ieder geval de Minecraft versie die ik zelf gebruik. Altijd voor het opnemen van Hard Survival en dat soort dingen allemaal. Dus die gaan we ook eventjes gebruiken als voorbeeld, zeg maar. Je kan natuurlijk ook 1.12.2 doen, maar zoals je kan zien zijn er nog geen mods voor op Crafted Terminal zelf. Voor de versie zelf zijn er wel mods voor, maar die moet je zelf handmatig inzetten via internet en weet ik het allemaal. Dus dat is iets moeilijker gedoe, zeg maar dit is gewoon even voor het makkelijke. 1.12.1 precies hetzelfde. 1.12 ook nog steeds niet, 1.11.2 dus wel. Voordat er eigenlijk veel mods hier op de nieuwste versies komen te staan, op überhaupt de nieuwste versies van Minecraft, het duurt wel wat langer eigenlijk als dat het, als dat het uit is, zeg maar. Het is ook wel logisch, wat er allemaal mee moet gebeuren en zo. Soms vind ik het wel wat lang duren, alleen ik vind het wel een hele makkelijke manier om mods makkelijk te gaan gebruiken. Maar wat je als volgt dus doet, is jij, je pakt gewoon de versie erbij die je wilt gebruiken, dus oftewel 1.11.2. Die raad ik trouwens aan als maximale versie, zeg maar, te gebruiken. Want ja, vanwege het aantal mods wat daarin zit, zeg maar. Want zoals je al kon zien, als ik mijn muis hier op hou, 33 mods available. Wil je iets met shaders gaan doen, dan moet je waarschijnlijk op 1.10.2 gaan zetten, want dan heb je hier in het rechter rijtje genoeg dingen staan, zoals je hier kan zien, Suus shaders. Dus die staat er ook bij. Maar we gaan voor 1.11.12. Wat we dan gaan doen is heel simpel. Het enige wat je hoeft te doen is je gaat even zoeken welke mod je heel graag zou willen. En als eerste wat ik er even in wil gaan zetten, inventory tweaks. Dat is eentje, die gebruik ik zelf heel veel. Super handig. Want dat is, zeg maar, als ik op mijn middelmuisbutton druk, dan wordt de hele inventory wordt een beetje geordend, zeg maar. Dus die gaan we erin zetten. Dan druk je op plusje. En zoals je kan zien, hier Select Mods, Inventory Tweak staat ertussen, maar ook de Forge Mod. En waarom is dat? Nou, stel voor wij halen deze weg, dan zie je al, Inventory Tweaks requires Forge. Oftewel, de mod Inventory Tweaks, die heeft Forge Mod nodig om überhaupt goed te kunnen werken. Dus we gaan hem dan opnieuw inzetten, Inventory Tweaks, dus daar hebben we gelijk Forge erbij zitten. Zo. Wat we verder nog willen is Journey Map, want die wil ik er ook graag bij hebben. Die heeft volgens mij ook Forge nodig, maar voor de rest niet echt wat anders. Anders had hij dat er wel automatisch bij gedaan. En wat we dan nog verder willen is even kijken World Edit, want die gebruik ik meestal voor mijn creative dingen. Dus wat je gewoon doet is je drukt ook eens een plusje bij degene die hij wil gaan gebruiken. Zoals je kan zien, er zijn veel meer mods, zeg maar. Als je niet weet wat een mod is, nou, dan klik je bijvoorbeeld de mod aan, Botania. En heel vaak staan er zelfs YouTube filmpjes bij van wat het is of hoe het werkt, zeg maar. De description staat er ook wel bij. Het enige probleem is dat het wel in Engels is de meeste dingen. Dus voor sommige van jullie misschien moeilijk te lezen of te begrijpen. Maar ja, meestal kun je een beetje aan de filmpjes ook wel zien of het leuk lijkt of wat dan ook maar. Het geeft als het goed is ook aan als mods niet met elkaar kunnen samenwerken. Dan komt er meestal hier ook wel te staan. Zelf ook al Forge weg. Kijk, Inventory Tweaks requires Forge. Joining Map requires Forge. World Edit requires Forge. Er staat er waarschijnlijk ook wel bij van dat die niet compatible bij elkaar zijn. Oftewel niet geschikt om met elkaar te werken. Dus even kijken, nou hadden wij nog nodig. Weet je wat, dan kan ik World Edit uithalen en even opnieuw inzetten. Want dan hebben we gelijk Forge erbij. Dus dat is heel makkelijk. Ik vind het super handig voor je Crafted Terminal. Want als je zodra je een mod ziet waarvan je denkt, die wil ik hebben. En je drukt een plusje, dan selecteert hij automatisch alle mods erbij die je eigenlijk ervoor nodig hebt om überhaupt de mod te kunnen runnen die je als eerste sowieso al wou. Dus eigenlijk moet het allemaal werken, tenzij hier wat roods bovenin staat. Maar als je dus al je mods hebt geselecteerd, wat je dan doet, je klikt op Change Version. Dan gaat hij bezig met het installeren ervan, bla bla bla.
Nou, en dan laat ik gelijk zien, marker 1.11.12. Daarvoor heb je mods gedaan, zeg maar. En dan ga je hier, kun je gelijk zien, inventory tweaks heeft hij ingezet, journey map, world edit, en kun je nog verder klikken. En dan zie je dus al, forge staat er ook nog bij. Wat hier voor de rest bij staat, nou gewoon een beetje reclame voor een andere mod, zeg maar, en gewoon reclame voor wat dan ook maar. Dus dat heb je er ook nog bij staan. Wat je dan verder doet, je klikt op kruisje, launch Minecraft. En als je dan eventjes wacht, dan komt er dit schermpje ervoor te staan. Gewoon jouw, je inloggegevens eigenlijk. Ja, mijn wachtwoord kun je natuurlijk niet zien, maar het is automatisch allemaal ingevuld. Dan kun je nog zien hoeveel RAM je gebruikt, welke versie zeg maar. En dan kun je gewoon, al enige wat je hoeft te doen is je klikt op play en eigenlijk start je automatisch Minecraft op. Wat je ook nog zou kunnen doen, is natuurlijk een aantal RAM toegeven aan hoeveel die gebruikt zijn eigenlijk voor Minecraft zelf. En dat doe je als ik het goed heb via het menu. En dan ging je naar settings en dan heb je hier inderdaad staan RAM in MB voor Minecraft. Nou, ik heb zelf 16 gig beschikbaar, maar volgens mij kan die maar maximaal van 8 gig gebruiken. Ja, eigenlijk staat hier 8192 MB, maar dat is omgetoverd zeg maar tot 8 gig totaal. Dus dat zou je nog kunnen selecteren, handmatig is wel super handig. Shoutoutbox is een soort chat nog voor Craft Terminal zelf, maar ik heb er heel veel dingen uitstaan zoals je kan zien. Ik zou zeggen, ik laat even zo het scherm zo stilstaan, zodat je even kan zien welke settings ik heb. Mocht je daar geïnteresseerd in zijn. Maar ja, dit is dus eigenlijk een kleine tutorial. Hoe jij, tenminste hoe ik Craft Terminal gebruik en hoe ik daarmee mods inzet. Het is namelijk aangevraagd door iemand en die dacht, het is zo weinig moeite om te doen. En het is gewoon zo makkelijk, zeg maar. Wat je ook nog eens verder zou kunnen doen met Craft Terminal, zoals je hier kan zien. Je kan nog, je kan een aantal mods kun je opslaan. Je kan ze weer erbij halen, zeg maar, inladen. Een shortcut voor deze modpack is ook nog eens super handig aan de ene kant. Ja, je kan ook weer alles in één keer weghalen natuurlijk. Maar zoals je kan zien, download vanilla server of download modded server. Oftewel, een servertje downloaden voor jezelf, zeg maar. Waar je dan zelf in kan. Of een server waar je mods in kan zetten voor jezelf. Zodat je met een vriend of zo die bij jou is, zeg maar, kun je gezellig samen spelen natuurlijk. Dat is, ja, daarom raad ik zelf ook Craft Terminal aan de ene kant aan. Tenzij je echt wil overgaan naar mods bij wijze van zoals Tacket, maar dat snap je wel, dat moet via iets heel anders ook. Maar daar ga ik ook geen tutorials over maken. In ieder geval, dit is even een kleine korte tutorial van hoe ik Craft Terminal gebruik. Hoe ik mijn mods daarin zet. Ja, de video is iets langer geworden toch als verwacht. Ik had verwacht dat ik hier met 2 minuten bij wijze van klaar mee zou zijn. Het is misschien een wat langere uitleg, maar ik hoop dat jullie het snappen. Ik hoop dat jullie de dingen snappen wat je kunt doen met Craft Terminal zelf überhaupt. En hoe het een klein beetje werkt, zeg maar. Een beetje de basis voor Craft Terminal. In ieder geval mensen, kijk nog eventjes in de beschrijving natuurlijk voor een downloadlinkje naar Craft Terminal zelf. Mocht jullie deze aflevering leuk vinden of handig vooral. Ik zou zeggen, doe natuurlijk even een blauw duimpje omhoog. Laat gelijk eventjes een reactie achter van wat je ervan vond. Ik ben er wel benieuwd naar. En mensen, ik zie jullie graag weer in een volgende video. Later.